Die zal spreken namens de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik vervang mevrouw Thieme, die door omstandigheden helaas niet bij het debat aanwezig kan zijn. Voorzitter, terwijl we hier staan, heeft de rechtbank hier in Den Haag bepaald dat het Nederlandse klimaatbeleid zo belabberd is dat het een onrechtmatige daad betreft. En in dat licht wil de Partij voor de Dieren ook haar visie op de plannen die voorliggen met betrekking tot het belastingstelsel duiden vandaag. De Partij voor de Dieren heeft daar namelijk geen rechter voor nodig om te weten dat we te weinig doen om de toekomst van de aarde veilig te stellen in het belang van huidige en toekomstige generaties. Dat heet het niet doorschuiven van de rekening. En de Partij voor de Dieren is altijd bereid tot praten. Dus toen de staatssecretaris van Financiën zijn eerste rondje maakte, hebben we hem hartelijk welkom geheten. We zeiden, ga zitten, wilt u wat koffie? Dit is waar het heen moet. Een vergaande vergroening van het belastingstelsel. Dat houdt in dat je belast wat schaars of vervuilend is. Niet arbeid, dat willen we graag, maar de dingen die we niet willen of waar we zuinig op moeten zijn. Fossiele brandstoffen, schaarse metalen, vervuiling van water, lucht en bodem. En dus nogmaals, niet het belasten waar we overvloed van hebben, arbeid. En we zeiden tegen de staatssecretaris, economische groei is niet het doel, maar het probleem. We putten de aarde uit, we warmen de aarde op door onze jacht naar al maar meer economische groei, terwijl de baten van de groei helemaal niet daar neerkomen waar ze het hardste nodig zijn, bij de meest kwetsbaren van onze samenleving. Dus stel economische groei niet langer tot doel, maar een rechtvaardige samenleving die de aarde leefbaar houdt en waarin ruimte is voor zorg, voor leven, voor de dingen die er echt toe doen. En toen de staatssecretaris een beetje moeilijk keek, zeiden we ook nog, ja kijk, vereenvoudiging voor opstellen, dat is dus niet waarvoor je bent aangenomen. Waar we voor zijn aangenomen, is de structuren die we bedenken in dienst stellen van die hogere doelen van de samenleving. De staatssecretaris hoorde dat beleefd aan, bedankte voor de koffie en ging vervolgens in onderhandelingen met partijen die, zo denk ik dan maar, in zijn optiek wel bereid waren om te blijven denken in de bestaande denkkaders en niet al te radicale voorstellen voor systeemverandering hadden. Mijn twijfel zit een beetje bij GroenLinks. Ik hoopte dat die zich ook hadden geschaard in het kamp van de Partij voor de Dieren, maar ik weet niet helemaal zeker of dat zo is. Doe met ons mee, zou ik zeggen. Want wat er nu voor ligt, een belastinghervorming voor een bedrag van 15 miljard, waarvan 5 miljard in de vorm van directe lastenverlichting, is het plan waarvoor het kabinet steun zoekt bij de daartoe zorgvuldig geselecteerde oppositiefracties. Maar is het de herziening die nodig is? Of gaat het om een tariefwijziging met een etiket van een stelselherziening? Waarom meent het kabinet cadeautjes uit te kunnen delen zonder dat daar afspraken over gemaakt moeten worden met de nieuwe, meest geliefde oppositie? En waarom lijkt het overleg zich vooral toe te spitsen op de tariefwijzigingen op met name het gebied van de BTW en de loonheffingen? We weten allemaal nog dat er posters hingen waarop stond hoe we de economie op gang brengen door gezinnen te ontzien, dus geen hogere BTW. Waarom moeten we nu vrezen voor een hogere BTW op cultuur? Op diensten als de fietsenmaker, mensen die hun schoenen of hun kleding laten repareren. Diensten die je graag wil. En natuurlijk, het is verleidelijk om hier de Partij van de Arbeid aan te spreken vanwege die belofte over de BTW. Maar ik kijk ook nadrukkelijk naar de VVD, die maar weigert te erkennen dat het doorschuiven van de rekening ook betekent het doorschuiven van de klimaatverandering en het doorschuiven van de kosten die gepaard gaan met het blijven uitputten van de aarde. In 1972 schreef Jan Pen het volgende over het progressief regeerakkoord en ik citeer. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit alsof het niet op kan. De tekst wekt de indruk door gewetenloze reclamejongens bij elkaar te zijn geschreven. Gewetenloos, ik zeg het na koele overweging, want hier wordt de democratie ondermijnd. Einde citaat. En Hans Wiegel, u allen wel bekend, fractievoorzitter van de VVD, citeerde professor Pen en liet daarop volgen, ja, Sinterklaas bestaat. En daar zit hij, achter de tafel waarbij hij Joop den Uyl aanwees.
Voorzitter, wie had ooit kunnen denken dat VVD en Partij van de Arbeid ooit samen de rol van Sinterklaas op zich zouden nemen en de Zwarte Piet aan de oppositie zouden laten? Want dat is het meest voor de hand liggende scenario. Partij van de Arbeid en VVD delen samen 5 miljard aan meevallers uit die vooral afkomstig zijn van het in economie pompen van bijgedrukte euro's door de ECB. Het is een poging om de kiezer alsnog gunstig te stemmen van een coalitie die op niet al te veel zetels staat in de peilingen. En wat een minachting van de intelligentie van de kiezer is dat. Het verhaal is, u krijgt wat centjes zodat u straks weer op ons zult stemmen, maar we doen net alsof het in het belang is van het land. Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet moet doen wat nodig is. En wat nodig is, is dat niet primair gedacht wordt aan de eigen verkiezingswinst bij de volgende verkiezingen, maar primair aan het leefbaar houden van de aarde in het belang van al die mensen die dit kabinet hebben gevraagd om te doen wat er moet. Voorzitter, dank u wel.